Ja, mama handig, hè? Mama heeft het juist gevonden. Hallo, good morning. Het is maandag weer. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. We hebben alleen het bed nog steeds niet opgeruimd. Dus Jola die ligt nog midden in de huiskamer op het bed. Dat is nog eens lekker wakker worden, hè? Zo naar beneden komen en dan zo kunnen gaan liggen. Ik ben even een papje aan het maken. Dat ik het ruik, doet me helemaal aan vroeger denken. Dit at ik vroeger echt altijd als ontbijt. Dus het ruikt weer helemaal vertrouwd. Natuurlijk wel met amandelmelk. En ja, ik wist niet of ik genoeg havermout had. Dus ik dacht, ik pak er nog wat Brinta bij. Maar volgens mij is dit wel genoeg. En dat doe ik straks nog even lekker maken met wat dingetjes. Ja, en what's on the planning for today? Nou, Bart en ik die gaan vrijdag naar Mysteryland. En gaan we een weekend lang in een tentje op het festival staan. Met een vriendin van ons, Kirsten. En we kwamen er gisteren dus ineens achter. Dat je een heel stuk moet lopen met je tent in je hand naar de camping. Dus dat is best wel lastig. Want Bart, ik krijg het maar niet uit zijn hoofd. Die wil dus heel graag met de grote tent daar gaan staan. Oh no. Ik ben het daar totaal niet mee eens. Omdat het drie grote pakketten zijn. Dan heb je ook nog het luchtbed wat super groot is. Je hebt niet eens stroom daar. Dus het is allemaal gewoon, we moeten het, vind ik, gewoon even een beetje gaan beperken. Tot allemaal wat kleiner, wat minimaler. En dat is altijd heel moeilijk om in Bart's hoofd te krijgen. Dus ik ga straks gewoon naar de Action en dan ga ik kijken of ze een klein tentje hebben of wat andere opties. Even kijken wat er allemaal mogelijk is, hoe we het kunnen gaan doen. En dan vanmiddag hebben Bart en ik de afspraak bij de vloskundige. Dus dat is ook heel leuk. De eerste keer voor Bart. Die heeft volgens mij geen idee wat voor vragenvuur die op zich afkrijgt straks. Zo, de ontbijtjes voor vandaag. Ik heb er een beetje banaan bij gedaan. En cacao nips. Oh ja, en nog even een kleine throwback naar afgelopen weekend. Toen zijn Bart en ik naar twee films achter elkaar gegaan. Jee, jee, we zijn onder de wee naar de bios. Ook al is het zaterdag vandaag. Het is zaterdag vandaag. En filmmarathon. We hebben dit pasje, maar we zijn al veel te lang niet geweest, omdat we op vakantie waren. Dus we hebben heel erg de bioscoop gemist. Wij bioscoopverslaafden. En we gaan naar... We beginnen met Dunkirk. Oh, Dunkirk. Ja, Dunkirk, maar je noemt Dunkirk. Dunkirk. Omdat het een Amerikaanse film is. En dan gaan we nog even tussendoor wat eten. En dan gaan we naar Atomic Blonde. Die lijkt me vet. Atomic Blonde. Ja, een beetje een aparte film. Maar ik denk dat die wel... Ja. So, we will let you know who it was. Paul. Gordon. Die was echt super goed, mooie film en mooi verhaal ook. En ja, doet je weer even goed te realiseren hoe de mensen gevochten hebben en hoe goed wij het hebben. Gevochten hebben voor onze vrijheid waar we nu van genieten. Ja. En toen Atomic Blonde, ja, het was weer een beetje zo'n cliché spionachtige vechtfilm. Een beetje, ja, dat op het eind wel heel veel schieten en dat soort dingen. Bart is weer met zijn grote tenen ergens tegenaan gestoten. Het ziet er minder erg uit dan dat het is. Sorry, Bart. Ja, de schaafwond doet altijd veel pijn, maar het voelt ook alsof mijn pees een beetje... Bart is ook op de trap naar voren gevallen. Omdat hij mijn moeder probeerde te ontlopen. Letterlijk en figuurlijk, echt waar. Bart heeft een heerlijk vega receptje gemaakt. We gaan meteen al die burgers uitproberen. We gaan drie burgers uitproberen. Granola notencarré. Nou, ik heb de weegschaal gefixt. Dus de laatste keer, voordat ik wist dat ik zwanger was, was ik volgens mij 60 kilo. 61 soms een beetje. En nu...
Dat valt nog mee. 65,8. Ja, ik ben natuurlijk ook spiermassa verloren. We hebben de tent gevonden. De action tent. Dit is hem. Pop-up. Pop-up tent. Ik koop hem gewoon. Zo. De kerstmannen zijn alvast aanwezig bij de action. Wat? Ja. Nou, daar ben ik dan nu al op de zwangerschapsafdeling. Beetje vroeg, maar ach. Deze is heel leuk. Shirtjes heb ik nog niet echt nodig. Het is meer een BH en... Oh, dit zit wel heel lekker, ja. Oh, zulke BH's. Nou, omdat dus echt alle spijkerbroeken pijn deden, heb ik nu dit aan. En echt, je ziet het al echt, hè. Je ziet al waarom ik geen broeken meer pas. Dit is een maatje 36. Dit vind ik wel heel leuk. Ja, handig, hè? Juist gevonden. Ja, deze, dit is een 38 en zonder die dingetjes. Maar deze zit wel echt heel lekker en stretchy. Daar kan ik echt nog een tijdje mee voort. Het is gewoon simpel zwart. Dus dat is echt ideaal. Oh, wat zit dit lekker. Heb je deze al geprobeerd? Ja, die zat een beetje, die zat ook wel leuk. Maar dat is een 36, dus nee, ik vind dit toch lekkerder. Gewoon helemaal zwart zo. Ja, je ziet het echt. Ik ga wel BH gevonden. Het is wel ook meteen een voedings-BH. Dus dit kan open. Maar dat maakt niet uit, want dan heb ik dat ook meteen. Oh, mama. Dus hier kan die open. Om voeding te geven. Oh ja, kijk, dan kan je zo. Ja, maar daar is het niet voor, want dit topje kwam gewoon bij de normale kleding vandaan. Maar hij is in de aanbieding, dus ik vind hem wel leuk. Ja, oké, want dan heb je er een BH onder. Ja. Maar als je alleen thuis bent, dan misschien. Ja, leuk topje. Hij is maar 15 euro, dus. Mm-hmm. Mooi kleurtje, dat donker. Maar je moet hem wel nog even strijken. Ja. Mwah. Nu denk ik eraan om deze ook te kopen. Ze zijn maar 30 euro. Maar dat geldt. Maar deze zit ook echt heel lekker. Ja, ik heb die andere nog thuis. Dus dan heb ik er 3. Maar ja, ik kan er wel een tijdje mee voort. Want ze rekken ook echt. Dus nog een beetje aankomen. Is niet erg. Nou, ik heb even een nieuwe vitamine gehaald. Deze gebruik ik. Die is speciaal voor zwangeren. Met extra foliumzuur. B12 hebben we gekocht. Omdat we nu natuurlijk geen vlees. Bijna geen vlees meer eten. En Jolaatje, die heeft ook nog. Mijn multi-kou tabletten. En frambozen smaak heb ik. Voor kids staat erop. Oeh. Hier, kids staat hier. En hier staat multi-kou. Tabletten en hier staat frambozen smaak. We zijn eventjes wat dozen aan het uitzoeken om te kijken of we hier ook nog kleding kunnen vinden van toen ik zwanger was of die iets groter zijn. En ik ben even een pakje aan het ophalen die ik heb verkocht via United Wardrobe. Misschien is het nog niet helemaal duidelijk voor sommigen van jullie. Ik heb dus een studio, daar zit ik nu. En die staat helemaal vol met kleding van mijn dansbureau die ik had. En van mezelf ook. En hier is de kledingkamer. Al die kleding! Mama heeft geen idee wat al deze kleding gaat doen. Bij Bart gaan we wel verbouwen. Dus er zal wel wat meer ruimte komen thuis. Maar lang niet genoeg voor al deze spullen. Dus komend half jaar heb ik de tijd om dit allemaal weg te doen. Te verkopen. Ik denk dat ik 1 rekje ga maken van de leukste dingen die ik bewaar. Daar was ik al een keer mee begonnen. Maar dat moet ik steeds weer even uitdunnen. En de rest wat ik echt niet meer... Ja, wat echt niet zoveel nut meer heeft. Dat gaat allemaal gewoon naar Noppes. En dan ben ik daarvan af. En dan doe ik er toch nog iets mee.
En dan hebben we ook nog een gedeelte wat echt weggegooid moet worden. Mam, waar helemaal niks meer mee kan. Jij moet het wel even hebben. Ah, de gekste dingen vind je hier. Woehoe! Ik had dus een danseres en entertainmentbureau. Heb ik nog steeds, maar we doen niet zo heel veel boekingen meer. En zeker niet de moeite waard om al deze spullen te bewaren. Het is ook allemaal heel erg verouderd. Dus als ik nog boekingen heb, dan ja, gebruik ik er niet meer zoveel van. Maar er hangen wel echt superleuke dingen tussen. Gewoon die ik eigenlijk... Ja, soms kan je het nog wel gebruiken, weet je wel. Maar ja, dat is meer voor in een andere leven van mij. Deze ding geef je wel mij. Oh ja, die moeten we voor jou bewaren. Ja, ja, het nadeel is dus, als ik hier dus samen met Jola ben, dan wil ze dus echt niks wegdoen. Dan wil ze alles voor zichzelf bewaren. En dat snap ik al wel, dat is natuurlijk superleuk. Nee, maar ik kan niet alles bewaren. Ja, nou, let maar op. Als we straks gaan kijken, dan vind je alles weer leuk. Dus, oh ja, we gaan op zoek naar oude zwangerschapskleding. Ik heb hier, had ik hier een doosje gemaakt. En dat zijn dingen die ik aan had toen met Jola. Er zitten zelfs nog pampers in. Spijkerbroek. Hele grote. Oh, van die leuke zwangerschapsbloesjes. Die vind ik wel leuk. Die gaan dan bij je buik, gaan ze zo wijd. Dit was echt mijn favoriete zwangerschapsbroek van Mama Lisjes. En die ga ik echt wel weer dragen. Ook met zo'n lekkere band. Echt heerlijk vond ik deze. Die gaat zeker mee naar huis. Ja, en hier nog veel meer. Sport-BH's. Het zit gewoon super lekker. Nog meer sport-BH's. Ik vond zelfs nog voeding-BH's. Van deze grote dame voeden. En hier nog een hele fijne Marlies Dekkers. Die ga ik weer echt dragen. Een hele fijne zwarte. Jola heeft iets heel moois gemaakt voor in huis. Een stelletje Bart, Love en Love, Jola, stelletje Klavertje. Zo cute! En mama die weet dat zij zelf erbij hoort. Deze gaan we in huis zetten. Ballontje, Dexy. Ja. Zo, zijn we thuis. En trouwens, ik had nog iets wat ik wilde laten zien. Dit was namelijk binnengekomen. Ja, van een pakketje. Van heel lieve fans. Dank jullie wel. Ik ben heel blij met die magneetjes. Van harte gefeliciteerd met jullie zwangerschap. Groetjes van Marleen. Kusjes. Dank je wel, Marleen. Ja, echt heel lief. Bedankt. Echt heel schattig. Ons eerste cadeautje eigenlijk. Baby socks. Super cute. Baby sokjes. Dankjewel Marleen. Echt heel erg bedankt. Zo, we zijn weer onderweg hoor. Naar het ziekenhuis en dit keer naar de verloskundige. En een hele vragenlijst zullen we krijgen en hebben we al ingevuld. Ja, Bart. Ja. Ja, ik weet al een beetje wat me te wachten staat. Jij niet? Ik heb nog geen flauw idee. Ik laat het allemaal lekker over me heen komen. Ik vind het wel leuk. Ik vind het juist wel interessant om het allemaal een beetje mee te maken. Wat, yes. Het hele proces. We hebben een hele tas vol. Ja, feels good. Eindelijk alles geregistreerd. En alle info over hoe we het allemaal moeten doen. Een paar boekjes meegenomen. En we hebben een afspraak gemaakt voor een consult met allerlei informatie over de NIP-test. Zodat we daar ook alles over weten. Of we dat willen gaan doen. En ja, wat daar allemaal goed aan is en zo. Very happy. Ik ga vandaag pasta maken. Zonder vlees. Biologische volkoren pasta met bolognese schotel. Zo, ik ben lekker naar yoga geweest. Wordt het trouwens alweer snel donker tegenwoordig. Het is echt super donker alweer. Ik had trouwens nog een blundertje vandaag, want ik stond gewoon om 7:30 bij yoga klaar en ik dacht gewoon echt dat het 8:30 was.
Want we waren aan het eten en toen was ik klaar met eten. En toen zei Bart, je hebt nog een half uur. Dus ik dacht, nou, opschieten. Dus toen stond ik om 7:30 bij yoga. Maar goed, toen is Bart maar even snel gaan sporten. En ben ik net dus naar yoga gegaan. Ging weer heerlijk. Nu nog even snel opruimen. Ik heb nog een mega berg. Echt helemaal vol met kleding op mijn bed liggen. Dus gelukkig heb ik een tv in de slaapkamer. Die zet ik straks aan met de serie waarbij ik gisteren in slaap viel. Ik weet even niet meer hoe die heet. Met al die mensen met superkrachten bij elkaar. Kom ik nogal op terug. Anyway, ik ga voor de eerste aflevering afkijken en mijn was opvouwen. En dan kom ik niet meer beneden. Dus ik zeg jullie alvast dag. En bedankt voor het kijken voor deze vlog weer. Ja, als afsluiter wilde ik toch nog heel even zeggen. No worries about het vegan gaan. Geen zorgen hebben alsjeblieft erover. Ik weet dat heel veel mensen heel veel meningen hebben hierover. Ik ben er zelf ook nog niet helemaal over uit wat nou goed is en wat nou niet goed is. Het enige wat ik echt 100% zeker weet is dat ik gewoon geen vlees meer wil eten. En dat ik dus gewoon vegetarisch ga eten. En heel af en toe, mocht Bart het echt willen, dan zullen we nog wel eens vlees misschien halen bij de slager wat echt biologisch is. Maar voor mij, ik hoef gewoon echt geen vlees meer. En er zijn genoeg vervangende dingen die wel gaan zorgen voor de juiste vitamine. Dus ik ga niet mezelf of mijn kind iets aandoen. Ik ben ook niet de lulligste als we ergens anders gaan eten. En daar wordt mij dit aangeboden, iets met vlees. Dan so be it. Dan eet ik het gewoon. Misschien wat minder met kaas en eieren. Misschien, ik at wel echt heel veel eieren. Dus minderen gaat al snel. We zullen het gewoon allemaal zien. Maar ja, snap in ieder geval dat ik gewoon soms best wel impulsief ben. Maar ik weet wel veel van voeding. Ik hou heel erg van gezond eten. Ik ben geen freak die doorgeslagen is met gezond eten. Maar het voelt gewoon heel prettig om er goed mee bezig te zijn. En ook ik cheat wel eens. Eet wel slechte dingen. Ik heb vanmiddag nog drop gegeten. Later las ik ook weer dat dat niet goed is wanneer je zwanger bent. Gelukkig waren het er maar 10. Oeps. Ja, weet je. Het is ook allemaal gewoon niet bij te houden wat er nou goed voor je is. Wat er nou slecht voor je is. Het is zo moeilijk. Er zit zo'n industrie achter. Van de fitnessopleiding die ik heb gedaan van mijn leraar. Wist ik al heel lang dat er echt heel erg veel een beetje corrupt is. Wat betreft de voedingsvoorschriften. Ja, het is wel echt zo. Ik geloof daar wel echt in dat er echt soms een beetje verkeerde merken of projecten of sponsoringen achter zitten, helaas. Maar ja goed, ik ben gewoon bewust van alles en ik geniet ook. En ik combineer dat gewoon zoveel mogelijk met gezond eten. Ik zal er nog wel meer vaker over praten en over vertellen. Dit is even heel kort om even de vlog af te sluiten, omdat ik gewoon een paar vele reacties had gehad vanmiddag op het vegan willen worden. Ik denk gewoon dat ik misschien te veel heb doen voorkomen alsof ik in één keer helemaal dat wilde worden. Dat is dus niet zo. En dat ga ik dus nu geleidelijk aan gewoon alleen vegetarisch doen. En ja, voor de rest zie ik het allemaal wel. Ik hou ook van jullie. dankjewel voor het kijken weer. Ik hoop dat jullie allemaal willen blijven kijken. Want this is my life. Take it or leave it. En